In Nederland na 1945, na de Tweede Wereldoorlog dus, vonden allerlei grote veranderingen plaats. En één grote verandering, daar moeten we nog even bij stilstaan, en dat is de zogenaamde ontzuiling. Dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van verzuiling, wat we al eerder hebben gezien. Want die verzuiling, ja, dat was dus dat de samenleving was opgedeeld in die verschillende zuilen. Hè. Dus, dus de katholieke cel, de protestantse cel, de socialistische cel, de liberale cel. Waarin mensen dus ja, hun eigen uh, sportvereniging, hun eigen politieke partijen, hun eigen krant, hun eigen omroepen hadden. En je bleef dus ook vooral binnen je eigen cel. Nou ja, in de jaren zestig komt daar door alle veranderingen ook een einde aan. En wat zijn dan de redenen voor deze zogenaamde ontzuiling? Nou ja, dat is eh, ten eerste de zogenaamde ontkerkelijking. Steeds minder christenen gingen nog naar de kerk toe. He, dat zien we hier in deze uh, grafiek, daaronder zien we dat ook staan. Dan zien we dat vanaf uh, 1960, dan zien we dat uh, die rode lijn, en dat zijn de protestanten, dat die in één keer echt flink naar beneden gaat. En dat was eigenlijk van tevoren ook al aan de hand, die daling. Steeds minder protestanten die, die, die bezochten de kerk, die luisterden naar uh, wat er in de kerk gezegd werd. Hetzelfde geldt voor de katholieken. En tegelijkertijd nam het aantal niet-gelovige mensen in Nederland enorm toe. De invloed van de kerk werd dus kleiner. Ja, en daarnaast werd ook het beeld dat mensen hadden van de wereld werd groter, want steeds meer mensen kregen een televisie in huis. En die opkomst van die televisie zorgde ervoor dat je meer van de wereld te zien kreeg. Want die opkomst van die televisie zorgde ervoor dat mensen meer van de wereld te zien kregen. Die zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat mensen meer in contact kwamen met mensen uit een andere cel, dat ze die ideeën en dergelijke ook mee konden krijgen via de televisie. En al dit soort zaken samen leidde uiteindelijk tot individualisering. Mensen gingen meer hun eigen weg volgen, wilden niet per se meer luisteren naar meneer Pastoor of, of precies doen wat uh, de, de, de politieke partij voorschreef. Nee, mensen wilden ook meer hun eigen gang gaan. We hadden meer vrije tijd in Nederland, we hadden meer geld te besteden. Het was al een consumptiemaatschappij, mensen konden eigen keuzes gaan maken... ...en die individualisering die zet zich vanaf de jaren zestig dus steeds meer door. Ja, en die ontzuiling heeft ook grote gevolgen voor de politiek in Nederland. Er zijn een aantal grote veranderingen. Zo komen er een aantal nieuwe politieke partijen bij, die losstaan eigenlijk van een bepaalde zuil... Uh, de belangrijkste van de bekendste in ieder geval uh, is D66, Democraten 66. Dat verwijst naar het jaar 1966, het jaar dat ze zijn opgericht. Ondertussen al heel lang een bestaande partij, maar toen een radicaal jongere partij uh, die het echt even anders wilde doen, die ook heel erg voor democratisering van het bestuur was en die roep om democratisering die was sowieso heel sterk. Ja, wat is dat dan democratisering? Nou ja, dat wil eigenlijk zeggen dat mensen meer inspraak willen in het bestuur. Of dat nu het bestuur is van hun gemeente, van hun land of van hun school, van hun bedrijf. Mensen wilden meer inspraak hebben. Nou ja, ja, en dat is ook weer een gevolg van die hele individualisering, van al die ontwikkelingen die we in de vorige video's ook al hebben gezien. Ja, en in de afgelopen video's heb je dus gezien dat de Nederlandse samenleving in de jaren 50 en 60 heel erg veranderd is.